Steeds meer bedrijven kiezen voor duurzaam en kiezen daardoor voor transport over het spoor. Met subsidie van de Europese Commissie is daarom het spoor op Moerdijk hevig onder handen genomen. Vandaag neem ik jullie mee en laat ik jullie zien wat er precies is gebeurd. We zijn hier op de zuidelijke randweg in verbinding met de Orionweg. Dit kruispunt is aangepast omdat het een ontzettend druk kruispunt is. Het is een van de drie verbindingen die we hier op het terrein hebben. En we wilden hier graag de bereikbaarheid en de doorstroming en de veiligheid op een hoger plan brengen. Wat dit oplevert is dat we goede verkeersdoorstroming hier hebben die toch veilig kan gebeuren. Dus we kunnen hier groeien naar de volgende stap in de hoeveelheid verkeer die we hier op het terrein kunnen hebben en de volgende hoeveelheid treinen. En dat kan toch allemaal veilig gebeuren. In de afgelopen maanden zijn we hier druk bezig geweest met de renovatie en de uitbreiding van het spooremplacement op de CCT-terminal. Dat betekent dat CCT in de toekomst meer treinen kan gaan ontvangen dagelijks en ook langere treinen. Dus Europees gezien zal Moerdijk interessanter zijn om aan te lopen met de trein. En daarvoor gaan we ook nog in 2024 is Pro met de projectvoorbereiding bezig om daar bij het emplacement nog 2 opstelsporen extra bij te zetten om op die manier nog meer treinen goed te kunnen verwerken. En dat gaat allemaal over dit kruispunt op een veilige manier, terwijl het toch het verkeer goed kan doorstromen. Hopelijk hebben jullie nu een goed beeld gekregen van wat er precies hier met het spoor is gebeurd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende poortstory.